Goedemiddag, hartstikke leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog van WVO Zorg Kort Verblijf. Op het moment sta ik hier in het hospice Ter Reden. Ze hebben hier nu 4 kamers. Op het moment liggen ze ook helemaal vol. De mensen die hier liggen zijn bezig met eigenlijk hun laatste stukje leven. Daarom is het zo belangrijk dat alle zorg hier gericht is op comfort. Wat wil de cliënt en hoe kunnen we nou in hun laatste stukje levensfase eraan bijdragen dat ze hun leven nog zo comfortabel mogelijk kunnen leiden. Nu vind ik het heel leuk dat een cliënt hier een stukje wil vertellen. Dus laten we eventjes bij haar naar binnen gaan. Goedemiddag. Ik kom er even bij zitten hoor. Praat net wat makkelijker natuurlijk. Kijk. Even mijn beeld goed. Ja. Kijk, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, u staat er goed op met uw groene t-shirt. Zou u ons eens willen vertellen waarom u nou hier in het hospice ligt? Omdat ik uitgezaaide longkanker heb. Overal eigenlijk. Overal, ja. Ja. En in uw hersenen ook, begreep ik. Ja. Ja. Ze slaan weer de rehabilitatie op mijn kop. Ja. En hoe vindt u het hier in het hospice? Want u heeft hiervoor ook in het ziekenhuis gelegen. Ja. Merkt u nou goed verschil? Ja, in het ziekenhuis is het meer reuring. Ja. Ja. En daar maak je ook wat altijd veel van mee hoor. De een trapt de zeep weg. Ja. En dan moet je creatief zijn. Ja. Hier heb je meer rust. Ja. Ja. Dat is wel fijn, denk ik. Ja, zeker weten. Ligt ook veel in bed overdag? Of? Ja. Ja. Ik slaap niet, maar ik lig meer. Gewoon lekker. Ja. Gewoon lekker tot rust komen hier. Ontspannen. Ja. Ja, niks moet. Nee. Nee, heerlijk. En zou u het andere mensen ook aanraden om hier zeker weten. Komen in het hospice? Ja. Ja. Kijk, fijn om te horen. Ja. Hè? Want Monika, met de vriendin, over buurvrouw, die zegt, nou, ik wil hier ook in. Echt waar? Die had zulke goede verhalen van u gehoord? Ja. Kijk, nou, daar doen we het voor, dat is fijn. Hè? Ja. Nou, ik vind het heel fijn dat u eventjes wat wilde vertellen. Ja. Dan wens ik u heel veel sterkte. Ja, dank je wel. En ik hoop u van de week nog te zien. Ja. Tot ziens hoor. Dag. Ja. Nou, hartstikke leuk dat deze cliënte wat wilde vertellen over haar verblijven in het hospice. De volgende keer weer een andere vlog. En dan zou ik ze nu voor nu zeggen, hartstikke bedankt voor het kijken. Tot ziens.